Marinus Adrianus Koekoek wordt op 29 januari 1873 geboren in Amsterdam als jongste zoon van kunstschilder Willem Koekoek. Marinus Adrianus is daarmee de zoveelste telg uit het roemrijke kunstschildersgeslacht Koekoek. Johannes Hermanus, overgrootvader van Marinus Adrianus, maakt aan het begin van de 18e eeuw naam als schilder van zeegezichten en scheepsportretten. Maar liefst 4 van zijn 8 zonen treden in het voetspoor van hun vader. De bekendste van hen is Barend Cornelis Koekoek. Met zijn geromantiseerde landschappen verwerft hij grote faam. Zijn woonhuis in het Duitse Kleef herbergt nu nog het Koekoekmuseum. Een van de broers van Barend Cornelis, Hermanus, legt zich net als zijn vader toe op het schilderen van zeegezichten. Al is het met iets minder succes dan zijn gevierde broer. De tweede zoon van Hermanus, Willem, volgt ook de passie van zijn vader en grootvader. Hij legt zich toe op het schilderen van stadsgezichten. Met zulke voorvaderen is het geen wonder dat Marinus Adrianus Koekoek ook voor het kunstenaarsvak kiest. Al op jonge leeftijd ontwikkelt hij een voorliefde voor het tekenen van dieren en de natuur. Uren brengt hij door in Artis, waar hij de dieren in gevangenschap observeert en met veel gevoel zo natuurgetrouw mogelijk natekent. Vanaf 1899 tekent hij voor het biologisch revij van de onderwijzers Heijmans en Thijssen. Zij proberen hun leerlingen bewust te maken van het belang van de Nederlandse natuur. Voor deze onderwijsstroming tekent hij talloze planten en dieren in hun natuurlijke omgeving. Deze zijn onder andere te vinden in hun tijdschrift De Levende Natuur. De Britse hertog van Bedford herkent zijn talent en haalt in 1903 de Amsterdamse dierenschilder naar zijn uitgestrekte landgoed in Engeland om de exotische dieren uit zijn dierenpark te vereeuwigen. Hoewel er weinig bekend is over deze periode uit Koekoek's leven, is zijn tekenwerk bewaard gebleven en opgenomen in de familiecollectie van de hertog. Zijn teken- en schilderstalent, gecombineerd met een ijzersterk observatievermogen, levert Marinus Adrianus veel belangrijke opdrachten op, in binnen- en buitenland. Hij wordt in dienst genomen bij het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie als wetenschappelijk tekenaar. 20 jaar werkt hij aan wetenschappelijke tekeningen van de dierencollectie. Een van zijn belangrijkste opdrachten is het tekenen van 407 vogels voor de uitgave van de Ornithologia Neerlandica, beter bekend als de Vogels van Nederland. Maar vele generaties Nederlanders kennen Marinus Adrianus Koekoek vooral door zijn werk voor schoolboekenuitgever Wolters uit Groningen. Voor deze uitgever tekent en schildert hij boekillustraties en schoolplaten. Zijn bekendheid dankt hij vooral aan de door hem geschilderde schoolplaten uit de serie Dieren in hun omgeving. Een belangrijk hulpmiddel bij de biologieles. In Sloot en Plas is de bekendste plaat, waarbij het leven boven en onder water op intrigerende wijze in beeld is gebracht. Maar ook de platen Het Naardermeer en Aan de rand der Kalahari staan bij velen in het geheugen gegrift. Tot op de dag van vandaag hangen deze schoolplaten in Nederlandse klaslokalen. Na zijn pensionering als wetenschappelijk tekenaar bij het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in 1938 blijft Koekoek doorgaan met het schilderen van dieren. Het vrije werk uit de laatste periode van zijn leven staat in de traditie van zijn 19e eeuwse voorvaderen. Dat hij tot het eind van zijn leven actief blijft schilderen
blijkt uit de mededeling van zijn vrouw aan ornitholoog Jonge. Meer kan ik u niet mededelen, daar hij verder alleen maar schilderijtjes schilderde tot het laatste van zijn levensdagen toe. Op 30 mei 1944 sterft Marinus Adrianus Koekoek in Amsterdam. Als een der laatste schilders uit het roemrijke schildersgeslacht Koekoek laat hij een omvangrijk en bijzonder oeuvre na. Marinus Adrianus Koekoek verkoos voor zichzelf een plaats in de schaduw van zijn werk. En in zijn werk leeft hij voort.